Ik kan me nog goed herinneren, 5 januari 2009 begonnen we met 5 man. Het pand hier ongeveer, op loopafstand, 5 minuten lopen hier vandaan. En dat pand was ontzettend groot. Was ook groot voor 5 man. Had verschillende etages. Maar Elwin die geloofde er wel in. Zeg wel, gaat goed komen. En daar hebben we u ook voor het eerst, majesteit, mogen begroeten. Dat was in 2009. En daar was ik ook bij. Ook echt heel cool. Gefeliciteerd. De koningin heeft jullie nieuwe gebouw geopend. Ja. Wat vond u ervan? Ja, fantastisch. Het was natuurlijk iets heel bijzonders om mee te maken. En het blijft een eer dat de koningin gewoon helemaal hiervoor naartoe komt en gewoon je pand wil openen. Dat is fantastisch. Jullie hebben iets met haar en zij met jullie. Ja, ze is absoluut een ambassadeur van Credit. Ze werken veel met haar samen. Maar dat geeft natuurlijk ook wel dat we het goed moeten doen. Hè? Dus met de koningin als ambassadeur mag je niet veel fouten maken. Dus dat geeft ook een gezonde druk. Maar we zijn heel blij dat we dit hebben kunnen doen. Het was een mooi programma. Wat doet Credit? Wij verstrekken leningen aan ondernemers tot 250.000 euro. Maar we doen daarnaast ook heel veel aan begeleiding. Dus we hebben coaches, we hebben trainingen die we organiseren. 13 soorten trainingen die we organiseren voor klanten. En daar mogen ze gratis naartoe. Dus ze mogen als ondernemer van ons mogen ze gratis naar een training boekhouden, social media. Of als ze een coach nodig hebben, krijgen ze een coach. Vandaar dat jullie personeelsbestand inmiddels 125 mensen is. Klopt, 125 mensen die de leningen verstrekken, die de nieuwe producten bouwen. En daarnaast hebben we nog 600 vrijwilligers en die coachen onze klanten. De koningin heeft in haar toespraakje een pleidooi gehouden om banken te verplichten om kleine ondernemers naar jullie door te verwijzen. Want die kunnen steeds minder vaak aan de bak bij een echte bank. Ja, dat klopt. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Heel veel ondernemers gaan eerst naar de bank voor een krediet. En als ze dat geld niet kunnen krijgen, ja, dan moeten ze eigenlijk automatisch naar credits worden doorverwezen. En hoe gebeurt het tot nu toe dan? Ja, heel veel mondeling. Maar niet op een heel structurele manier. Als je dat verplicht stelt, dan moeten ze doorverwijzen. Dat is heel wat anders. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat ondernemers vaak het loket niet weten te vinden naar credits of andere non-bankaire financiers, is het belangrijk dat de bank ze daar naartoe doorverwijst. Want heel veel ondernemers gaan toch eerst naar de bank. Wat is het belang van klein ondernemerschap? Ja, kleine ondernemers zijn de motor van de economie. Super belangrijk. En kleine ondernemers geven ook heel veel reuring, hè, aan de economie. En er zijn natuurlijk heel veel kleine ondernemers in Nederland die gewoon op die manier hun boterham moeten verdienen. Het valt mij op dat u een heel divers personeelsbestand heeft. Veel jonge mensen, veel vrouwen, veel mensen van kleur. Is dat bewust beleid? Dat is bewust beleid. We hebben veel vrouwen in dienst die onze klanten helpen. Daarnaast hebben 19 van onze medewerkers wonen en komen ook uit de Cariben. Dus dat geeft ook een hele andere dynamiek. Gefeliciteerd met het nieuwe pand en veel plezier nog. Ja, dankjewel. Fijn. Bedankt. Karin, zou jij de majesteit willen uitleggen hoe we de opening van dit nieuwe pand gaan doen? Natuurlijk. Majesteit, ik vind het een hele eer om samen met u de openingshandeling te doen. Zullen we afspreken dat ik van 5 naar 0 aftel en dat u daarna op de knop drukt? Karin, ga je gang. Tellen jullie mee? 5. 4. 3. 2. We hebben ervoor echt gesproken, meer dan 10 jaar geleden, maar dat moet echt gebeuren. En we zien het aan de cijfers dat die aanbod van kredieten voor de kleine bedrijven is alsmaar naar beneden gegaan. Terwijl de noodzaak is alsmaar naar boven gegaan. Dus bij deze echt een pleidooi aan u allemaal om echt samen te gaan werken en echt de noodzaak van de kleine ondernemers echt te belichten, want we hebben echt nodig. Dank je wel.